Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. In deze aflevering gaan we iets doen waar jullie heel veel om gevraagd hebben. We gaan namelijk lanceren. En op welke manier we vandaag gaan lanceren, zie je zo meteen. Ik ga nu eerst Yves uit de wei halen. Blijf kijken. Nou, in deze aflevering gaan we dus lanceren met touwtjes. Dus dat is een lanceersingel en daaraan zitten touwtjes. En ik ga jullie zo meteen alles vertellen over waarvoor het goed is en waarom je dit moet doen. Maar als eerst ga ik even vertellen over de lanceersingel zelf. Dit is gewoon een lanceersingel en daaronder zit een pad. En dit is zo'n Kingsley pad en die verdeelt de druk heel goed. Maar ja, je kan ook gewoon lanceren met gewoon alleen een singel. En dit is gewoon een lanceersingel die je in elke ruitershop kan kopen. En dit zijn touwtjes. En die touwtjes kun je normaal heel duur in een ruitershop kopen. Maar deze touwtjes kun je ook gewoon bij een bouwmarkt kopen. En dan zijn ze dus helemaal niet duur. En die touwtjes, zal ik even laten zien. Die kun je dus gewoon aanmaken. Kijk, nu heb ik hem helemaal even losgehaald aan deze kant. En ik heb hem gewoon in het midden heb ik hem hier vastgeknoopt. Dan moet je hem hier vastknopen. En zorg dat je aan beide kanten precies een even lang stuk touw hebt. Zodat als je hem bij gaat zetten, dat je touw gelijk is. En dat hij niet te veel met zijn hoofd naar links of rechts kan. Nou, dan maak ik hem weer eventjes vast. Want voordat je gaat bijzetten, zo noem je dat als je de touwtjes gaat vastmaken. Ga je eerst altijd eventjes instappen. En normaal moet je altijd 10 minuten instappen. Met rijden of met lanceren, maar nu hoeft het niet. Want ja, Yves komt net van de wei, dus die heeft al sinds vanmorgen 8 uur, het is nu bijna 1 uur, alleen maar gewandeld. Dus ik ga nu even een paar rondjes instappen en dan gaan we meteen de touwtjes vastmaken. Vind je het goed idee, Yves? Volgens mij wel. Kom, kom. Moet je kijken daar, al die paarden lekker in de wei. Echt, de wei is zo lekker voor ze. Yves staat maar een halve dag op de wei. Je kan ze ook een hele dag of dag en nacht. Nou, ik vind 's nachts op de wei vind ik nooit echt fijn. Want je hebt allemaal van die paarden-idioten tegenwoordig. Dus dat vind ik niet meer echt veilig. Een halve dag is goed genoeg, want ze worden snel heel dik. En dikke paarden is echt niet goed. Want dan worden ze bijvoorbeeld heel snel hoefbevangen. Yves, je bent wel goed ingestapt nu hoor. We gaan nu aan het werk. Oké, ik doe hem eerst nog een klein beetje aansingelen. Sorry Yves, ik weet dat je het niet leuk vindt. Anders gaat de singel schuiven. Oké, dan ga ik nu de touwtjes vastmaken. En die kan je op heel veel verschillende manieren vastmaken. Ik doe hem eerst even door alle ringetjes heen. Ik begin altijd met zo laag mogelijk. En sommige mensen doen hier aan de onderkant. Maar ik vind het nooit heel goed. Omdat ze dan heel veel op de voorhand gaan lopen. En dan belasten ze heel erg hun voorbenen. Dus ik ben er wel van om zo laag mogelijk te beginnen. Maar ik maak hem altijd als eerst hier aan de zijkant vast. Yvesje. Ja. En dan doe ik hem nooit zo heel strak. Kom maar, Yves. Ook niet te los, want ze moeten wel een beetje bijgezet worden. Kijk, en die maak ik vast met de paardenknoop. Als er ooit iets gebeurt, kun je hem altijd los trekken in één keer. Dus altijd bijzetten met de paardenknoop. Dan doe je aan de andere kant doe je hetzelfde. En je moet altijd zorgen dat hij goed gelijk zit. Anders loopt hij scheef met zijn hoofd. Goed zo. Leuk hè, Yves. Yves houdt heel erg van lanceren. En we hebben net ingestapt met de lanceerlijn aan de ene kant. Maar nu gaan we dus de andere kant om. Want je moet bij lanceren altijd heel veel wisselen van kant. Anders worden ze een beetje duizelig. En hoe ik het altijd vastmaak is door het bit. Door het eerste bit en dan door de tweede. Want als je dan aan de lanceerlijn trekt, heb je altijd druk op beide kanten. Dus nooit je lanceerlijn zo vastmaken. Want als je dan aan de lijn trekt, trek je het bit door het hele mond en dat is niet goed. Dus altijd er doorheen en dan vastmaken. Goed zo. Kijk, en het goede van lanceren met touwtjes is dat ze nu heel goed hun rug gebruiken. Het is ook soms goed om te lanceren met alleen een halster, maar dat is niet altijd goed. Want nu kun je ze trainen onbelast.
Lanceren noem je onbelast trainen. Dat betekent dat je ze eigenlijk net zo goed traint als dat je erop zit. Alleen nu heeft hij geen ruiter op zijn rug. En het is ook wel eens goed om gewoon te trainen zonder dat er maar altijd gewicht op zijn rug zit. Draf. Kom. Braaf. Nou, ik begin altijd gewoon de eerste paar rondjes gewoon een beetje rustig draven. Lekker met een hoofd naar beneden. Hoi, ciao. Hij heeft ook net lang op het land gestaan. Kijk, de houding die Yves nu heeft, dat is de beste houding. Dat hij zijn hoofd niet te laag heeft. En ook niet te hoog. Kijk, nu gaat hij weer een beetje te laag. Het beste is als ze hun hals helemaal horizontaal hebben. Goed zo. Braaf. Goed zo. En bij lanceren moet je gewoon altijd heel erg veel afwisselen. Dus dan ga je weer naar stap. Draf. En dan ga je weer naar draf. Ho, stap. Ho, ho. Hoi, ciao. Braaf. Draf. Daar worden ze heel actief van en heel oplettend. En ze gaan ook heel goed naar je luisteren. Hoi, ciao. Ho, stap. Ho, ho. Galop. Jeehoe. Rustig, niet wild worden. Yves kan soms heel wild worden aan de longeerlijn. Braaf. Hoi, ciao. Braaf. Ho, draf. En dan kan je ook tempowisselingen maken in de gang zelf. Dus bijvoorbeeld een keer wat harder gaan draven. Nu draaft hij zo. En ik zeg altijd 1, 2. Ho, ho. Oké, dan draaft hij nu rustig. En dan zeg ik altijd 1, 2. Dan gaat hij harder draven. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. Goed zo. Braaf. Goed zo. Ho, draf. Ho, ho. Hoi, ciao. Galop. Braaf. Kijk, hij wordt echt wild hoor. Yves houdt echt van lanceren. Ho, ho. Kijk, nu heb je best wel lang op één kant gelanceerd. Dus dan ga je een keer van kant wisselen. Yves. Ho, ho. Kijk, zoals je kunt zien heb ik de touwtjes nu iets korter gemaakt. Want ze is goed ingestapt in de wei en hier en al goed losgedraafd. Dus kan je nu iets meer beginnen met werken. En je ziet gewoon die hele spier van die hals, dat is die helemaal goed gebruikt. Wat altijd een goed dingetje is om te kijken. Je ziet dat Yves heel veel schuim bij zijn mond heeft. En dat betekent dat ze goed ontspannen, dat ze goed op het bitje knabbelen. Dat is ook altijd heel erg goed. Nou, dan ga je weer een beetje tempowisselingen maken. Dat kan je dus weer doen om te zeggen ho, stap. Ho. Goed zo. Braaf. En draf. Goed zo. Braaf. Die tempowisselingen zijn echt en overgangen zijn echt heel erg goed. Dat ze hun achterbenen heel goed gaan gebruiken. Daar worden ze heel sterk van al die overgangen en tempowisselingen. Dus dat moet je veel doen. En wat ik net al zei, ze worden er heel gehoorzaam van. 1, 2. Goed zo, braaf. Ho, ho. 1, 2. Ho, draf. Ho, ho. Ze vinden het soms heel moeilijk om in draf weer harder en zachter te gaan. Maar dan moet je gewoon heel rustig blijven. 1, 2. Goed zo. Braaf. Galop. Goed zo. Nee, je kan even niet bokken nu. Kijk, daarvoor is het soms goed om te lanceren met alleen een halster. Dan kunnen ze even lekker bokken. Als je ze bijzet, kunnen ze niet echt heel erg goed bokken. Maar je kunt ze wel gewoon goed trainen. Goed zo. En als je heel goed naar zijn rug kijkt, zie je ook dat ze die spieren goed gebruikt. Dan zie je ze een beetje op en neer gaan. Dat is altijd heel erg goed. Je moet het altijd een beetje zien bewegen, want anders zit het helemaal vast. Goed zo. Dan heb je dit een tijdje aan die kant gedaan en dan wisselen we weer heel even van kant. Goed zo. Braaf. Oh, hij heeft jeuk. Yves heeft er echt zin in nu hoor. Kijk, en het is nu eigenlijk echt heel warm. En als het heel warm is, paarden die hebben het nog veel sneller warm dan ons. Moet je nooit te veel doen.
Goeie ciao. Braaf. Goeie ciao. Keurig. En wat ik altijd handig vind met longeren is als je wil dat ze langzamer gaan, dan doe je een lage toon, zoals ho of rustig. En als je harder wil, gebruik je altijd de klik. Dat is voor rijden ook altijd handig. Draf. Oh, dat was iets te veel van het goede. Ho, draf. Ho, goed zo. En bij draf kun je ook gewoon de R heel lang zeggen. Ik doe het nu niet te hard, want dan gaat hij meteen in galop. En van galop zeg ik altijd snel galop. Goed zo. Yves heeft soms een beetje moeite met wat langzamer gaan. Goed zo. Braaf. Ho, ho. Ho, stap. Ho. Kijk, oh eens. Rustig. Ben je zo wild geworden? Vies, allemaal kwijl. Maar dat kwijl is echt heel goed. Dat betekent dat ze helemaal ontspannen. Dat ze alles een beetje loslaten. Kijk, ik maak nu de touwtjes weer even vast. Maar je kan ze natuurlijk ook op nog heel veel andere manieren bijzetten. Namelijk, als je de touwtjes hierboven bij het ringetje vastmaakt, heb je veel meer een wedstrijdhouding, dat ze meer opgericht zijn. Maar ja, het is nu echt super warm. En omdat Ivan de hele tijd in de wei heeft gestaan, heeft hij nu wel goed genoeg zijn best gedaan. Dus ik maak even de touwtjes helemaal los. Kijk, voordat ik ga uitstappen, doe ik hem altijd nog gewoon eventjes een beetje laten draven zonder die touwtjes. Zonder dat hij is bijgezet. Dat is altijd wel lekker voor ze. Galop. Ga maar. Ho, draf. Kijk, nu zit hij in de verkeerde galop, zie je dat? Dat is niet goed. Nu zie je dat zijn buitenbeen gaat tot eerst naar voren. Zie je dat bij zijn buitenbeen? Dat is dus de verkeerde galop, want het binnenbeen moet naar voren springen. Dan ga ik hem nu laten draven. Ho, draf. Galop. Ho. Ho, ho. Kijk. Goeie ciao. Kijk, als je nu goed naar zijn benen kijkt, zie je dat zijn voorbeen als eerst gaat. Goeie ciao. Kijk, ik kan nu nog even lekker een beetje galopperen met zijn hoofd in de lucht. Vinden ze ook vaak wel lekker. Goeie ciao. Zo, Yves, je hebt het goed gedaan hoor. Oh, braaf. Ik hoop dat jullie hier veel van geleerd hebben. En kijk, het is nu echt heel warm. En ik wil eigenlijk nog veel meer laten zien met longeren met touwtjes. Maar je moet ook altijd gewoon heel goed op je paard letten met de hitte. Dus we gaan zo meteen Yves wassen. Want als een paard het warm heeft, is het heel lekker om hem te laten afkoelen. En het is super, het is heel vet. Want ik heb een heel pakket opgestuurd gekregen van het merk Sectolin. Met allemaal shampoos, beauty dingen. En ik ga het zo meteen allemaal testen op Yves. Dus dat is dus heel leuk. Want we hebben aanstaande vrijdag een extra video. Dus niet tot maandag, maar tot vrijdag. Yves jarig. Maken van een taart voor Yves. Dit zijn dus allemaal kleine baby's. Gefeliciteerd met je verjaardag. Gaan we even lekker een verjaardagsritje maken. Dat is lekker, hè? Ja, iedereen mag een stukje. Yves denkt nog steeds, ik wil mijn taart terug.